Beste netwerk, vandaag wil ik een momentje nemen voor een dringende en persoonlijke boodschap. De wereld schreeuwt om aandacht, terwijl dat machtige personen ook om aandacht schreeuwen. Dat is aandacht die naar totaal onnodige dingen gaat. Broodnodig is aandacht voor de planeet. Het klimaat verandert, de temperaturen stijgen, de ijstoppen smelten en onze bossen die verdwijnen aan een alarmerend tempo, terwijl dat net de longen van onze aardbol zijn. Als ondernemer, als mens en als bedrijf is het niet langer onze optie om aan de zijlijn toe te kijken. We hebben de verantwoordelijkheid, maar ook de unieke kans om een positieve impact te maken. Dit is niet zomaar een oproep, dit is een wake-up call. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen op een mooie, leefbare planeet leven, dan moeten we vandaag handelen. Natuurherstel, zoals het planten van bossen, is een van de krachtigste wapens tegen de klimaatverandering. Door te investeren in het planten van bomen, het herstellen van ecosystemen, dragen we echt bij aan een groenere toekomst en kunnen we echt de klimaatopwarming afremmen. Dus, heb je nog budget dat kan toegewijd worden aan natuurherstel? Dan moet je dat niet als een kost zien, maar als een absolute opbrengst. Dus wil je je zaken, relaties nog een geschenk van impact geven? Of zie je dat er nog wat budget over is voor aan natuurherstel te doen? It's your time. It's your time to act before there's no time left. Dus mijn oproep naar jullie, let's plant trees. We got this. Want denk eens na, wat kost er nu geen geld? Ja, uw partner kost inderdaad geld. De outfit die je vandaag aan hebt, kost inderdaad geld. Uw huis kost geld. Alles kost eigenlijk geld. En als je dieper nadenkt en je zoekt iets wat geen geld kost, dan kom je misschien op een wandeling in de natuur. Maar wat als er geen natuur meer is? Dan pas wordt het een kostelijke grap.